In deze clip gaan we kijken hoe je in Photoshop na het nemen van de foto, dus in Photoshop zelf, het scherpstelpunt van een foto kunt veranderen en dan ook nog kunt spelen met de scherpte diepte. Dat klinkt allemaal heel futuristisch en dat is het eigenlijk ook nog voor mensen met een systeemcamera, want daarmee kun je dat niet zomaar doen. Maar met telefoonfoto's in de portretmodus of in live modus, dat is zo'n, dat je ook een beetje met scherpte diepte kunt spelen, kan dat wel, want die telefoonfoto's zijn in principe van voor tot achter altijd scherp. Hè? Die hebben een heel grote scherpte diepte, maar door een soort depth map, een dieptekaart die bij die foto wordt gevoegd, kun je achteraf nog, ook op de telefoon, een ander scherpstelpunt kiezen. Maar dat kan dus nu ook op Photoshop, in Photoshop. En we gaan maar eens even kijken hoe dat werkt. Nou, hier heb je een foto van mijn mobiele telefoon in live modus. Ik heb een opstelling gemaakt dat ze in een rijtje achter elkaar staan schuin. En ja, dit zou een normale foto van een spiegelreflex kunnen zijn. Je hebt al scherp gesteld op het eerste of tweede of derde poppetje. Dat achterste poppetje onscherp is. Maar goed, stel je wil dat anders. Nou, dat kan dus met deze foto niet. Hè? Onscherp voor een JPEG foto is onscherp. Maar het kan wel anders. En nou, je ziet, dit is een telefoonfoto. Dat zie je hier aan de naam hierbovenin. Hè? Dat is de datum en noem maar op. En die foto die moeten we aanbieden aan een website. Die heet hazaranga.com/depthmath en dan streep. Goed, je ziet het adres hieronder. En dan moet je die telefoonfoto met, waar dus die depth map in zit, die moet je aanbieden. En hij maakt daar twee losse bestanden van. De foto, scherp van voor naar achter, en de depth map, de dieptekaart. Goed, we zeggen, we browsen maar eens naar dat bestand toe. En dan zie je hier dat bestand en je zegt openen. Hij is bezig en vervolgens vraagt hij aan jou van, hey, ik heb hier een zipje, daar zitten die twee bestanden in, moet ik die ergens opslaan? En dan zeg je, ja, doe maar. Nou goed, dat hebben we allemaal al gedaan. Dus we gaan eens even terug naar Photoshop en dan zeggen we bestand openen. Goed, dan kom ik in dat mapje waar die dieptemap in staat en het bestand image. En ik zal eerst even het bestand image openen. Ik zal ze trouwens allebei even openen. Goed. Dit is de foto die je uit je telefoon direct krijgt met de depth map. Dit is de foto die image extractor maakt. En je ziet het verschil tussen die foto's is dat die image foto, die is scherp van links voor naar rechts achter. Ja? En dit is het mapje wat erbij hoort, het zogenaamde depth map. Nou, ik kan de originele foto, die doe ik even weg. Dan houden we die twee foto's even over zo. Dan begint het met, het probleem is, dat deze foto, die dieptemap, die moet net zo groot worden als die foto. Dus dat is het eerste wat wij moeten doen. We moeten eerst even kijken hoe groot die foto is. Ik doe Ctrl-Alt-I en dan zie ik dat die foto 4032 pixels breed is en 2268 hoog. Goed, dat is niet zo interessant. Ik ga naar die andere foto, ik doe Ctrl-Alt-I en ik tik in 4032. Zodanig dat ik die foto vergroot. Nou, dan gaan we even naar die depth map kijken. Dat is een grijswaarde plaatje. En ja, wat de bedoeling is van een dieptemap is dat wat wit is of lichtgrijs is dichtbij. En alles wat veraf is, wordt donkerder. Goed, je ziet hier, dit is wel een representatie van de diepte, dat is prima gedaan. Maar ik vind het contrast wat laag, dus met Ctrl-L, met niveaus, kunnen we dat contrast wat verhogen. Je zult dan merken dat het effect ook wat groter wordt. Nou, ik zorg dat de witte meer wit worden en ik zorg hiermee dat de donkere, de zwarte, meer zwart worden. En zo heb ik een wat groter speelveld, om het maar eens zo te noemen. Ik zou ook nog van alles kunnen onscherp maken, hè, want die blokjes is allemaal niet zo mooi. Maar het gaat even om het principe. Goed, dus ik heb dit bestand zo gemaakt. Ik zet die twee foto's even dan naast elkaar. En nu ga ik die dieptemap op die foto slepen. En dat doe ik met de shift-toets ingedrukt. En met verplaatsgreep. En wanneer ik hem dan loslaat, dan staat hij precies boven die foto. Dus ik ga even naar die foto toe. Dat is die image foto. En dan staat die dieptemap, dat zie ik hier in de lagen, boven die foto. Goed, wat nu? Nou, je zorgt dat die dieptemap geselecteerd is, want het is echt een kunstje hè, wat we nu gaan doen. Je gaat naar kanalen en dan zie je daar een cirkeltje met allemaal puntjes. Dat betekent dat we er een selectie van gaan maken. Dus daar klikken we op en je ziet dan ook
marching ants, die zie je dan ook in die afbeelding komen. Die hebben we niet nodig, want we moeten er een nieuw kanaal van maken. En dat doe je door op dit icoontje te klikken, hier rechtsonder. En dan zie je daar alpha 1. Goed, nou, je zorgt dat die bovenste vier geselecteerd zijn, dat is automatisch. Je gaat terug naar lagen en die laag die gooi je maar gewoon weg. We hebben die dieptekaart nu niet meer nodig. We hebben ook die selectie niet meer nodig, dat doen we met Ctrl D. Zo, dus nu hebben we alleen nog maar de foto, hè, die door die extractor van voor naar achter scherp is uit die foto gehaald. En we gaan naar filter, vervagen en dan vage lens. Ja, de naam een vage lens. Een heleboel dingen zijn vaag in het leven en ook blijkbaar een vage lens. Maar wanneer we daarop klikken, dan ontstaat er een mooi ja, iets. Dat is een dialoogvenster. Nou, er staan een heleboel dingen in en die kun je allemaal eens gaan wijzen. Maar het draait een beetje op diepte toewijzen, hier rechts. En wanneer je op bron klikt, dan zie je geen, je ziet transparantie, je ziet laag, en je ziet alpha 1. Dat was de naam van het kanaal wat we gemaakt hadden. Dus dat is prima. Goed, je ziet nu dat het poppetje links voor scherp is. Je zorgt dat deze functie brandpunt instellen, dat die aangevinkt is. Hè. Zo is hij lichtgrijs, zo is hij aangevinkt. En klik nu maar eens op een ander onderdeel in die foto. En het is alsof er, hè, nu klik ik dus op het links voor poppetje. Hup, links voor poppetje, die is onscherp. Klik ik op rechts achter, ja, of klik ik middenin. En zo zie je dat je dus het scherpste punt achteraf kunt bepalen. En je kunt het ook met de straal, hè, dit is de straal, kun je de scherpte, de mate van onscherpte, kun je nog instellen. Dus dat is eigenlijk alles. We hebben hier nou dus de middelste gekozen in plaats van de eerste. We klikken op oké. En je krijgt dus een foto met ja, het scherpstelpunt wat jij wil. Dus dit is een beetje toekomstmuziek. Hè? Dus wanneer je foto's kunt maken met een depth map erin, dus met een telefoon, dus in portrait modus of een live modus, dan kun je dit al gebruiken. Ik denk dat er systeemcamera's komen die een soort focus stacking gaan doen. Dat ze dus verschillende foto's met verschillende scherpstelpunten op elkaar gaan leggen. En dan kun jij het er achteraf met Photoshop, met deze methode, met die dieptemap, een dieptekaart, kun je het er later uithalen. Dus tot zover het werkte met een dieptekaart uit een telefoonfoto. Hè. Die moet je eerst even scheiden in de hele scherpe foto en het grijs plaatje. Je maakt dat grijs plaatje even groot als je foto, je legt ze op elkaar, je maakt er een kanaal van. En dat kanaal, dat gebruik je dus als ja, referentie om je scherpstelpunt te kiezen en de bijbehorende scherptediepte. Tot zover.